We hebben net onze hopelijk toekomstige kopers rondgeleid op het Paleis op de Heuvel. Een nieuw project van ons. Een verbouwing van een oud schoolpand. Daar komen 23 woningen in en 10 nieuwbouwappartementen. In het voorjaar hebben we dit plan gepresenteerd op een woonmanifestatie. Vervolgens hebben we met de belangstellenden in september een informatieavond gehouden. Om te proeven wat hun mening was over het plan voor zover dat toen uitgewerkt was. Nou, daar hebben we wat reacties op retour gekregen en die hebben we zoveel mogelijk geprobeerd op ons project te wijzigen. En nu hebben we met de geïnteresseerden dan de rondwandeling gehouden en als aanloop op de startverkoop die we in januari gaan houden. Dat is eigenlijk waarop de manier waarop Hendricks de doelgroepen, de mensen, de klanten, voor ons zeer belangrijk, heel nadrukkelijk wil betrekken bij de concrete invulling van de plannen. Anders dan in het verleden waarbij wij de verkoop in feite volledig uitwerkten. Naar aanleiding van de informatieavond op september hebben we teruggekregen dat mensen het belangrijk vonden dat ze een wat diepere achtertuin kregen. Dat hebben we aangepast naar nu een achtertuin van ongeveer 5 meter diep. Dat was oorspronkelijk ongeveer 3 meter, dus daar hebben we toch wel wat kunnen winnen voor mensen. Verder een tweede badkamer, dat zat er officieel standaard in bij de eerste plannen. En dat hebben we nu gewijzigd naar een optiebadkamer, omdat mensen aangaven 2 badkamers standaard in de woning. Dat vinden we ook wat aan de ruime kant. De oudbouw, dus het schoolgebouw, geldt dat het natuurlijk een monument is. Dus de opmerkingen die we daar van de kopers terug, of van de optanten terug hebben gekregen, die hebben we grotendeels proberen te verwerken. Met name aan de binnenkant, omdat de buitenkant natuurlijk beperkt is in zijn mogelijkheden. Ja, daar zit je vast aan de eisen rondom het monument. Dus daar mogen we eigenlijk echt minimaal dingen aan veranderen. En daarin zullen we dus ook heel weinig kunnen betekenen voor onze kopers. Aan de binnenkant zijn de mogelijkheden wel wat ruimer, waarbij ook wel wat beperkingen zitten natuurlijk ten aanzien van het monument. Dus dat hebben we wel voor elkaar gekregen. Als je er vanaf het begin af aan bij betrokken bent, dan wordt het ook iets van je. En dat helpt dus om ook beter te bekijken van wat is het eigenlijk. En het geeft een heel goed beeld van ja, wat je anders alleen maar een plaatje in op de website bijvoorbeeld. Dat is, dat biedt veel minder informatie. En dit is juist leuk omdat je vanaf het begin af aan het zo een beetje op ziet bouwen eigenlijk. Ja, en de rondleiding is dan super om dan alles ook in het echt te zien. Je merkt ook dat mensen een eigen inbreng hebben. Ik denk dat we zeker in dit plan ook duidelijk de kritiek die we kregen over de eerdere plattegrondenplannen. Hoe ga je met parkeren om, dat je daar dan ook daadwerkelijk wat mee doet. De nieuwe filosofie van Hendricks komt bij dit project heel nadrukkelijk tot uitdrukking.